En dan word je in één keer aangesproken. Bent u de opvolger van Jan Kort? Jan Kort, operationeel specialist 1 in Eindhoven, is vorige week gestopt. En die had contacten met een aantal dames. En die dames die kwamen met mij in gesprek. En daar heb ik een paar roerende verhalen over gehoord. Evelien is helaas ziek en vanavond niet aanwezig. Maar Jannie wel aanwezig. Een van haar medebestuursleden, Angela, is aanwezig. En José is aanwezig. Met een schare fans. Daar ben ik mee in gesprek geraakt. En voordat ik dat voortzet met Iris, wil ik de zaal 3 vragen stellen. En u mag in beweging komen. Mijn eerste vraag is: willen alle personen die vrouw zijn of zich vrouw voelen, gaan staan? Kleine 45%. Gaat u maar zitten dan doen. Willen alle mannen in de zaal of die zich man voelen, gaan staan? Dank u wel, gaat u weer zitten. De derde vraag. Willen alle personen te staan die in genderverwarring zijn? Of in genderverwarring zijn geweest? Dit zegt al genoeg. En toen bleek dat in onze eigen omgeving de maatschappij ook binnen is, in onze politieorganisatie. Ook in onze politieorganisatie zijn er collega's die in een gendertransitie zitten of hebben gezeten. En we hebben een ongelooflijk stoere collega hier naast me staan, Iris Einsteron, die dit heeft meegemaakt, doorgemaakt. En ik wil haar even in de gelegenheid stellen, even kort met jullie haar verhaal te delen. Iris. Ja, dankjewel. Mijn naam is dus Iris IJzerman. Ik zeg altijd, ik ben de enige normale hier. Alleen vanavond niet helemaal, ik ben niet alleen. Ik ben met andere mensen, mensen met genderdysforie, verwarring. Dus dat je geboren wordt en misschien op een andere manier verder wil leven. Of af en toe, want er zit natuurlijk een enorm grijs gebied tussen. Die mensen zijn hier ook, dus daar kun je straks ook mee in gesprek. We hebben een foto gemaakt. En op die foto ziet u een aantal leden, 3 leden van de transgendergroep 040. Dat is, zijn bijeenkomsten hier in Eindhoven. En dat zijn mannen en vrouwen die zich dus die avond anders kleden of gewoon altijd anders zijn. Nou, als politieorganisatie wil je natuurlijk dat iedereen zich veilig voelt. En dan moet je je doelgroepen kennen. Er zijn heel veel behoeftes, heel veel gaatjes op dat velletje. En een van die gaatjes zijn ook de transgenders. Die moeten zich veilig voelen. Zowel de mensen buiten, maar ook de mensen in onze organisatie. Nou, ik ben in 2013 bij de politie gekomen en ik voelde me heel veilig en dat voel ik me nog steeds. Dat is geen enkel probleem. Deze foto hebben we gemaakt. Je ziet hier links van mij 3 mannen staan. En in mijn vorige zijn speelde ik met hun bij de Jukes. In het eerste van de Jukes. Rechts van mij ziet u een aantal dames staan, en dat zijn, is het damesrugby team waar ik nu bij zit. Waar ik er nog voor speel, dus de, ik train nog steeds mee. En een aantal dames zitten hier, volgens mij daar. Heel enthousiast. En je moet daar moedig voor zijn, denk ik. Zegt men ook wel eens vaker tegen mij om ervoor uit te komen. Je bent kwetsbaar op zo'n moment. Ik sta hier nu voor u allemaal. En ik voel me best wel kwetsbaar, want hoe gaat het morgen worden, ik weet het niet. Ik denk dat het wel meevalt, maar je moet je kwetsbaar opstellen. En wat ik eigenlijk met u wil delen, en dat is voor straks als u discussies aangaat. U bent open dan even tegen het wit, tegen het zwart. Kun je ook zeggen, hoe ga je om met de hokjes? En ik wil graag aan u vragen, als je straks naar de zalen gaat, om je bij jezelf af te vragen, hoe ga ik om met de hokjes denken? Ik ga u 1 voorbeeld noemen, dat is mijn eigen voorbeeld. Ik ben getrouwd geweest met een mevrouw als meneer. Hè, dus toen werd ik gewoon hetero genoemd. Ik was normaal. Daarna ben ik op een gegeven moment veranderd en gescheiden. Had ik even een vriend, moest het ook even proberen. Het beviel niet, maar was het wel. Op dat moment was ik ook hetero, ik was vrouw.
En mijn vriend was man, dus ik was hetero. Nu ben ik heel gelukkig getrouwd met een vrouw. En nu ben ik lesbisch. Snap je wat ik bedoel? Nou, dus ik wil dat u voor uzelf vragen gaat, wat moet ik in de opslag met de hokjes? En soms is hokjes maken heel makkelijk, maar misschien moeten we daar een hele hoop weghalen. En dan leg je ook makkelijker de verbinding met degene met wie je iets wilt doen. En nou, dat is wat ik met u wil delen en ik zie u straks wel in een van de zaaltjes. Dank u wel. Mooi om zo deze avond te beginnen en in te leiden.